Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Hans Eierkamp. Ik ben van de combinatie Hans en Evert-Jan Eierkamp van Krien van Stut uit Brummen uit Nederland. Ik heb al 63 jaar duiven en heb steeds gezocht naar het allerbeste in de gehele wereld wat er te koop is. En ben er toch wel redelijk goed in geslaagd. En ik vond het een bijzondere eer dat ik door Pipa, het grootste en beste veilingshuis ter wereld, gevraagd werd om een introductie te geven van de Leo Heermans duiven, omdat wij daar zo enorm succes mee hebben. Maar ik ga u nu iets vertellen wat echt alles overtroffen heeft. Eind december 2005 was ik op de grote duivenshow in Houten in Nederland. En ik werd getipt door mijn goede vriend Willem de Bruin, de vliegende tandarts. En die zei tegen mij, je moet eens even kennis maken met een nieuwe combinatie uit België, Heermans Kusters. Ze kwamen bij me, we hebben een gezellig kopje koffie gedronken, we hebben gezellig gepraat en we werden uitgenodigd om in Vorselaar in België te komen kijken. De andere week, het was koud, slecht weer, we reden naar Vorselaar en we kwamen daar. Eerst die koude hokken in, verschillende duiven in de hand genomen. Jonge, jonge, wat een kwaliteit. We keken echt de ogen uit. Toen heeft hij al die topduiven mee naar binnen genomen, heeft hij hem bij ze allemaal in de hand gehad, afstammingen erbij. En ik moet u zeggen, beste spotvrienden en vriendinnen, zoiets had ik nog nooit beleefd. Zulke topduiven had ik nooit eerder gezien. En we waren al gauw klaar, want we bestelden 30 jonge duiven voor 2006 om in Brummen op Krien van Stut te mee gaan vliegen. En wat was dat een openbaring. De jonge duiven die kwamen als raketten. Want nu ga ik u iets vertellen wat ik zo bijzonder vind aan de duiven van Leo Heermans. Die duiven van Leo Heermans, dat zit er ingebakken. Die komen als raketten uit de lucht. Ik zal u een voorbeeldje noemen. We hadden een hele goede duivin, onze Beatrix. Die moest nog één goede prijs behalen voor de Olympiade in Oostende. En ze kwamen, drie duiven kwamen eraan. Die Beatrix en twee jonge duivinnen van Leo Heermans. Maar toch, die twee jongen van Leo Heermans, die schoten als raketten naar beneden en die waren toch het eerst geklokt. Toen dacht ik gelijk, ja, dit is het helemaal. Zo zijn we dus verder gegaan met de jonge duiven om te spelen. En we hebben de duiven bij gehad, die vlogen twee eerste tegen duizenden duiven in de regio. We zijn toen weer teruggegaan en opnieuw met Leo Heermans in zee gegaan. En weer opnieuw jonge duiven besteld om het te vliegen in 2007. En weer met geweldig succes. Maar wat gebeurde toen? Leo Heermans die moest weer eens ziekte al zijn duiven gaan verkopen. Er kwam een gigantische verkoop in 2007. En op die verkoop hebben we eigenlijk eerlijk gezegd, zonder op te scheppen, alle topduiven gekocht. De Euro, de Jackpot, noem ze allemaal op. Ik zal ze straks wel eens even aan u voorstellen. Werkelijk geweldig. En ik zal u vertellen, we zijn toen met die duiven gaan kweken. En toen begon het. Toen begon het werkelijk. Het was onvoorstelbaar. En wat nou zo leuk is wat ik nu ga vertellen, en dat geldt voor al die eventuele kopers die nu gaan profiteren van dat goud wat door Leo verkocht wordt. Deze mensen kunnen profiteren van de geweldige kruisingsduiven. Hij heeft duiven die je kunt kruisen met je eigen duiven, waar je geweldig succes mee kunt gaan beleven. We hadden bijvoorbeeld in 2012 twee duivinnen. Eén die werd de beste van Nederland. En die andere werd de derde beste van Nederland op de midvond. Allebei werden ze uitgezonden naar de Nitra Olympiade in Tsjechië. En als ik u straks ga vertellen, die afstammen van die duiven, nou, dan moet ik echt waar, daar krijg ik tranen in de ogen. Want dan word ik helemaal blij, denk, jongen, hoe is het mogelijk dat je in staat bent om zulke duiven te kweken? Ik wil nu zo eens even wat duiven gaan voorstellen aan u. En neem ik ze in de hand en dan kan ik het een en ander van vertellen. Ik ga u nou wat laten zien. U gaat nou zien, eerst de vader en dan de moeder van de duif die een paar maanden terug de One Million Race gewonnen hebben in Zuid-Afrika. 200.000 Amerikaanse dollars. En dan ga ik u wat vertellen over deze duif. Dit is de vader. En wat nou zo mooi is, en dat vertel ik ook echt aan al die duivenliefhebbers die straks die duiven gaan kopen via Pipa, dat die kruising van onze duiven, dus de Heermans duiven, gekruist met onze super oude Janssens en Van Loons, dat dat een gouden succes is geweest. Dat is net wat ik straks verteld heb, dat die Leo Heermans duiven zo goed kruisen. Dus als voor iedere liefhebber is dat mooi, dat hij die duiven op zijn eigen duiven kan zetten. Dit is werkelijk een fantastische dof van 2003, dus de vader van de $1 million winnaar. En ik ga u nou de moeder laten zien.
Hier zien we dus de moeder van de $1 million racewinnaar. En ik zal je vertellen wat dit voor duif is. Dit noemen wij het schouderduifje. Hoe komt hij nou aan deze prachtige naam? Deze duif heeft 16 keer bij ons in Brummen gespeeld op de Eendaagse Vond. Iedereen weet wat de Eendaagse Vond is. Dat zijn de prachtige vluchten. En ik zal je vertellen, deze duif heeft 16 keer heel goed prijs gevlogen. En wat is dan weer zo mooi aan deze duif? Deze is rechtstreeks van Leeuw Heremans. Hij is gekweekt uit de Figo. En die kom je straks in de veiling, dat is allemaal duiventeren in diezelfde lijn. Daar kun je allemaal nakijken, want ook de verschillende duiven kun je straks in het boek zien die afgebeeld is. En dan zien jullie al die topduiven, die zien jullie terug. En dan kun je zelf gaan zoeken en kijken wat er allemaal te koop is. Dit is werkelijk een gouden koppel. We zijn ook heel blij. Ik denk dat we iets nieuws gecreëerd hebben. De Heremans kussensduiven met de eierkam van Loo Jansen kruising. En daar geef allemaal winnaars aan de lopende band. En daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Hier zien we nou de wereldberoemde Uro. Die is asduif geweest van Europa. Het is een super doffer. Kijk eens wat een uitdrukking die doffer heeft. Hij draait met de kop, hij is heel intelligent. En als je kijkt naar zijn spieren, dat is één bonk spieren. Dat is werkelijk. Deze doffer is echt, ze zeggen wel, zijn duif is zijn gewicht in goud waard. Maar deze is zijn gewicht in enkele grote staven goud waard. We kregen hier een geweldig bod op, maar we zijn niet gezwicht. Want we gaan natuurlijk niet de boom verkopen. Wij verkopen wel appels, maar niet de boom. Maar, beste mensen, beste sportvrienden, die allemaal kijken. Er komt straks in de verkoop natuurlijk via Leo heel veel van deze lijn terug. Dus ook u kunt van deze duif bemachtigen. Maar dit is werkelijk een unieke duif. Hier zien we ook weer zo'n rechtstreekse schitterende doffer die we gekocht hebben in 2007 op de verkoop. De wereldberoemde lichte blauwe. Vele afstammingen in heel veel landen ter wereld vliegen kopprijzen met deze duif. En ook hij stamt weer uit de wereldberoemde Olympiade waar ik het straks over gehad heb. En je komt daar steeds weer naar kleine kringetje van topduiven terecht. Ook een genot om deze duif te zien. Kijk zijn uitstraling. Kijk van een fantastische mooie vleugel. Wat een schitterend beest is dit. Dit is ook een fantastische lieve kweekdoffer. Hier zien we onze Lisa. Deze duif, een duivin, was de beste duif op de Midvond in Nederland in 2012. En werd uitgezonden naar de Olympiade in Nitra. En dit is weer zo'n fantastische kruising waar ik straks al eerder over gehad heb. Tussen Leeuw Heremans en het oude eierkampsoort. Want deze vader van deze duivin is een zoon van wereldberoemde Rossi Malspinneke van Leo. En de moeder is de dochter van Flits. En Flits was een geweldige vliegdoffer van de oude Janssensoort die op de Olympiade in Utrecht zat. En zijn overgrootvader zat in 1971 al op de Olympiade in Brussel. Dus het blijft gewoon doorgaan met deze duiven van Leeuw Heremans en van ons kampioenen geven. Gewoon kampioenen geven. Het is een duivin dit is super, 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 wat is dat toch een fijn beest en een lief beest. Hij is nu op de kweek, we vliegen er niet meer mee en we zijn er heel erg blij en gelukkig mee. Wat ik nu in de hand heb, dat is ook weer een topper. Deze duivin is onze Vivian, dat was de derde beste duif van Nederland op de Midvond en die werd ook uitgezonden naar de Olympiade. En deze duivin is gekweekt uit de Jackpot maal Artemis van Leeuw Heremans. En Artemis die kwam weer uit Blauwe Getje. En de Jackpot is ook weer de vader van de duif van DiCaprio, van de duif van Van Dijk. Die ook werd uitgezonden naar de Olympiade. Dus dat zijn allemaal wereldberoemde duiven. En daar zit een hok van vol bij Leo. En die komen straks allemaal op de veiling van Pipa. En daar ga je wat van beleven, dat garandeer ik u. Kijk, en hier zien we nou die wereldberoemde Jackpot is gekweekt uit de Olympiade, maal het blauwe kampioentje. En het blauwe kampioentje is ook weer de moeder van de Jan. En wat ook zo mooi is, in deze lijn zit ook wat van Borgmans in. Jullie beginnen allemaal Borgmans met zijn goede klakken, dus ook de oude Janssens. En dat zegt dan ook gelijk weer waarom er zoveel succes is met die oude lijnen maal de Leeuw Heremansduiven. En deze duif heeft zo verschrikkelijk veel afstammen gegeven die in de hele wereld kopvliegen. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Een super atleet. En ik ben ervan overtuigd dat ook van deze lijn verschillende duiven in de verkoop van Pieper aanwezig zullen zijn. Dit is ook echt een goudmijntje, deze doffer. Ja, beste mensen, wat ik nou in de hand heb, ja, dat is ook weer iets onvoorstelbaar. Deze duivin
Hera, dit is een gouden vin in de hand. Hij is zo soepel en een zachte spieren. Het is een zachte pluim. Het is een werkelijk topde vin. Er komen hele goede duiven uit. Die staat gekoppeld op Hercules. Ook rechtstreeks van Leeuwen Heremans. En daar kwam onder andere uit de beste jonge duif van 2011 in de Vondclub IJzerstreek. En in 2012 kwam er uit dit koppel een winnaar uit van de hele grote vlug, een internationale vlug, een derbyvlug in Kroatië. En het was ook weer uit dit gouden koppel. Dus Hercules maal Hera. En dat is nou zo mooi, dat is weer echt die intilt. Want Heracles is een kleinzoon van de Olympiade en Hera is een dochter van de Olympiade. En dat is weer zo mooi op elkaar en dat pakt als boter. Dat is onvoorstelbaar. Die oude lijnen, en die zijn nu ook tijdens de verkoop allemaal meer als voldoende aanwezig. Al die gouden lijnen zijn nog steeds bij Leo aanwezig. Hier hebben we een schitterende doffel rechtstreeks van Leo Heremans. En dit is Heracles. Heracles die is gekweekt uit Porsche en dat was weer van de Olympiade. En die heeft ook als super doffer gestaan, wat ik net al verteld heb, op de Hera. Maar uit deze doffer uit Heracles, gekoppeld met een oude Janssen-vin van ons, daar kwam de beste duif uit op de race in Kroatië. Dat is een race waar ook heel veel duiven meedoen uit de hele wereld. En daar was weer dus een duif nummer 1. En dat, net zoals ik straks al verteld heb, weer een kruising van Leo Heremans met die goede oude Janssens. Wat ik nu in de hand heb, dat is weer een topdavin, een vliegdavin. Dat is de vin die gekweekt is uit Heracles Malhera, die ik u straks voorgesteld heb. En deze vin heeft zo hard gevlogen, die was als jaren al als tweede beste duif voor de Olympiade in Nitra. Was die reserve, tweede reserve duif voor de Olympiade in Nitra. En van deze vin hebben we hele hoge verwachting in 2013. Dit wordt werkelijk weer een topdavin, daar gaan we heel veel plezier aan beleven. Maar in deze lijnen vind je straks op de veiling ook heel veel van terug, daar ben ik van overtuigd. Dat heeft Leo me allemaal verteld. Ik heb bij Leo een geweldig fijne en goede band. Dus ik denk dat het een hok is, de Leo Heremans, dat wil ik nog even vertellen. Ik ga even terug naar de Janssens, naar de gebroeders Janssen van de jaren 50, 60. Na die tijd is er nooit meer een hok geweest zo goed als Leo Heremans. Leo Heremans is een diamantair, die man die kan van die duiven iets smeden, die kan er iets mee doen. Die heeft een stam gekweekt waarvan de afstanden door de hele wereld kopprijzen vliegen. Dat durf ik rustig te zeggen, dus dat eigenlijk in al die jaren nooit meer ras is geweest die zo gedomineerd heeft als het ras Leo Heremans. In alle werelden, of je nou in Amerika komt, ik had pas mensen uit Australië of uit Engeland, dit is allemaal Leo Heremans. En die duiven komen straks allemaal via Piep en de Verkoop. Hier zien we dus Rossi, ook zo'n hele bekende doffer van Leo Heremans, die altijd stond op het spinneke. Waar ik u straks al verteld heb dat hij de zoon van Rossi weer een geweldige topduif is gekomen. Rossi, die komt weer uit de goochelaar. Goochelaar ook een topduif. En dat zijn allemaal duiven waar je jaren mee vooruit komt. Deze duiven zijn nog steeds vitaal. Ze zijn niet zo jong meer. Hij is van 2004. Maar het gaat nog steeds heel goed met hem. Het is een sterke doffer, intelligente doffer. En hij is zo zacht als zij en een geweldige spierkracht. Beste sportvrienden, beste sportvriendinnen. U hebt nou wat kennis kunnen maken, u hebt wat duiven gezien. Ik heb u het een en ander verteld over afstammen van Leo Heremans. Hoe goed ze zijn, daar hoef ik verder niks meer over te vertellen. Pipa gaat nou die verkoop organiseren en ik ben ervan overtuigd dat deze duiven die verkocht worden naar alle werelddeel zullen uitzwermen en dat in de toekomst over enkele jaren op de nieuwe Olympiades weer heel veel afstammelingen zullen komen van de duiven die door Leo Heremans nu via Pipa verkocht gaan worden. Ik wens de aanstaande verkopers van deze duiven allemaal heel veel succes. Dank u wel.